zit hier in een oude woonboerderij in Oudega-Smallingenland. Een rijksmonument en ons nieuwe huis, ons nieuwe thuis. Deze woonboerderij staat op echt een fantastische plek. Het is alleen heel oud. Ik met mijn stadse blik liep er doorheen dat ik denk, jongens, het ziet er wel heel tochtig en koud. Het monumentale eraan is prachtig. Je hebt heel mooie raampjes, doorkijkjes, hele authentieke elementen. Maar hoe breng je dat naar deze tijd? Dat vind ik echt de uitdaging van dit huis. Daar heb je professionals voor nodig om dat voor ons te bedenken en met ons samen te realiseren. Dus hoe mooi kan het dan zijn om die mensen vanuit die verschillende disciplines gewoon een keer een middag bij elkaar te zetten en dan te zien tot welke nieuwe combinaties of nieuwe innovaties dat kan komen. We hebben studenten vandaag, we hebben docenten vandaag, mensen met een start-up, de architect, de aannemer, de opdrachtgever. Iedereen is gelijk. Gelijkwaardig in wat ze toevoegen, de ideeën zijn gelijkwaardig. En het leuke is dat daar altijd iets nieuws uitkomt. Er kunnen de wildste ideeën uitkomen waarvan je denkt, ja, leuk, maar ik zou niet weten waar ik dit een plekje moet geven. Tot hele pragmatische ideeën die misschien niet eens geld kosten en toch toegepast kunnen worden. So I think this place is really magical, and that it tells a story because you can see different parts that were built at different times. So we should try to keep that and to let the building tell its own story. De uitdaging is toch wel om te zien hoe ver kunnen we nou komen om echt van het gas af te gaan. Maar toch ook de monumentale waarden, want die staan bij ons eigenlijk nog steeds wel bovenaan, om die toch van de boerderij te behouden. Dus het ruimer denken, niet in het voorbedacht, in het hokjes denken, maar gewoon alles komt op tafel. Iedereen zit er ook bij. Opdrachtgever, de aannemer, wij, studenten. En dan denk ik van, dan krijg je alles wel op tafel te liggen. Dus dat vind ik wel leuk in deze. En iedereen is ook gelijkwaardig. De uitdaging is om die ideeën te vertalen naar pragmatisch, naar geld, naar een toekomstplan. Sommige dingen kun je nu nog niet uitvoeren, maar misschien over 5 jaar wel. Die leggen we op de plank. En die geven ook mee aan de eigenaar, dat hij zometeen echt gewoon een plan heeft voor zijn huis voor 15 jaar.